Hey, Koen hier van Coingeins.nl en Forum.Coingeins.nl. Heb je nog geen account hier op het grootste Cryptocurrency Forum van Nederland en België? Kun je rechtsbovenaan op lid worden klikken en dan kun je gewoon meepraten in de community, vragen stellen, meedoen met winacties, uh, elkaar helpen. Daarvoor is het eigenlijk uh, helemaal uh, in het begin helemaal bestaat en nog steeds, uiteraard. Dat is gewoon met liefhebbers uh, discussiëren en uh, met elkaar uh, elkaar helpen. En in deze video uh, ga ik met jou behandelen, vijf manieren uh, wat je kunt doen uh, als Bitcoin daalt of een altcoin daalt. En alvorens ik verder ga praten, ik ben geen expert of Google of iets, dit zijn gewoon manieren die ik zelf uh, heb leren. Uh, um, zelf geleerd niet, maar dat ik dat zelf heb uh, uh, geleerd van anderen weer, wat je, dat je dat kunt doen. En deze uh, ervaringen deel ik weer met jou. Misschien heb jij wel een hele andere manier van die vijf? Dan laat dan zeker achter. Een uh, reactie achter onder deze video. Bij deze video is super tof. Uh, naar de hand kun je ook altijd een blauw duimpje om, om, uh, omhoog doen. En als laatste wil ik je vertellen dat er onderstaande van, uh, van deze video staan er vijf manieren, allemaal nog beschreven. En sommige met een linkje naar een video specifiek wat dat behandelt, dat onderwerp of uh, de manier. En als er wordt doorverwezen naar een topic van het forum, bijvoorbeeld USDT of iets, dan weet je dat en dan kun je daar terugvinden. Laten we beginnen bij manier 1. Dus dit geldt ook voor altcoins, kun je dit ook eventueel toepassen. En manier 1 is een stop limiet order En heel Jippe Janneke uitgelegd, is dat niks anders dan dat je bijvoorbeeld. Ik, eh, kijk niet naar de coins, hoeveelheid of dit allemaal. Het gaat nu erom de manieren. Ik heb bijvoorbeeld, uh, koop ik uh, duizend stuks. Voor dat doe ik, laat ik dit, dit videootje eens doen. Dan koop ik duizend stuks in één keer. Nou, daar heb ik duizend stuks. Oh, er wordt al zo weer nieuws geplaatst, maar prima. Daar heb ik duizend stuks. Daar heb ik voor 1800 uh, uh, Satoshi gekocht dus 0.0001800 maar ik denk van hey ik wil deze coin uh, ik wil niet meer verliezen hebben dan uh, ik noem maar wat 10 satoshi op, uh, per coin dan kan ik een stoplimiet order uh, invoeren dus dit kun je ook met bitcoin en andere altcoins doen en dan zeg ik dan zeg ik tegen de computer zeg maar uh, of tegen de software of tegen de exchange dit overigens de binance exchange dan voer ik hierin als die bij 1795, dat is hij nu eigenlijk al. Misschien kunnen we live laten zien. Door iets anders, dan schiet hij hem in bij 1887 18, of 88. Dan staat 1 in 1. Als het goed is moet het dan 1111 komen. En we kunnen dat wel even veroorzaken dat hij hem dan pakt. Haal ik deze orde, haal ik even weg zometeen. Dus dan, en bij limieten limiet moet hij dan verkopen. Uh... Dan verkoopt hij hem sowieso, hè, als ik hem dus lager zet. Dus dan gaat hij door, dan zou hij verkopen voor 1791, dan zou deze dragen gaan. Kijk, of deze er ook daarvoor. Dus let op wat er gebeurt. Dat moet je dus nooit doen, op deze manier, maar als voorbeeld ga ik dat wel nu doen. Dus bij 1790 moet hij dan verkopen, 1000 stuks. En let op wat er gebeurt. Dus als hij, oh nu staat er een andere voor, die zou ik ook even weghalen. Die, uh, als hij nu dat aanraakt, 1794... Dan wordt er order ingeschreven van 1000 stuks, wat er ingeschoten en die verkoopt hij dan per direct van 1790. Uh, nou, dan gaan we dat doen. Place order. Dan zie je hier een hele andere order bij staan. Maar dan haal ik die 350 van die 95 weg. En die 94 ook. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Dan haal ik die ook weg. En die 56, die verkoop ik. Let op wat er gebeurt. Oh, 1, 2. Hij gaat snel hoor. Oh, kijk eens, wat 17, uh, wat door mijn uh, uh, 17,9 moet hij verkopen. Die verkoopt hij nog niet eens. Daarom zeg ik ook altijd dat hij iets lager moet. Maar hij is in ieder geval, de oh, is ingeschoten. Dat is goed om te zien. Dus haal ik alles even weg. Dus dan moet hij hem verkopen op 17,9. Maar zoals je ziet, moet je altijd kun je beter nog lager doen, zeg maar. Dat is een punt of hij. Maar hij is erbij ingeschoten, dus het is allemaal automatisch gegaan. Dus wil je niet meer verliezen als de bitcoin daalt? Bijvoorbeeld, je hebt op 4000 gekocht En je denkt van ja, maar ik wil niet meer dan uh, 50 dollar verliezen. Dan zou je een stoplimietcel uh, uh, order kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld van 39,60 dollar. En dat die dan verkoopt op 39,50. Maar in dit geval zou ik misschien bij 39,70 op plaatsen. Bij direct, en bij dect En uh, de, de verkoop opgeven van 39,50. Dat je zeker weet dat die verkocht wordt. Maar zoals je ziet, is die hier niet verkocht. En dat is ook maar goed ook. Maar dat was als een voorbeeld bedoeld zoals ik al zei, haal deze ook even weg ga zo meteen wel verder met treden dit is in ieder geval manier 1, ik weet zeker dat je er wat aan hebt dus dan kun je eigenlijk je verlies beperken toch dan wel weer, hè? als je wat wil kopen hè? dat je een nieuwe orders plaatst uh, van die coin, oké okay, dat was manier 1 en dan heb je manier 2 je kunt bitcoin, kun je natuurlijk tijdelijk verkopen voor USDT eigenlijk wil willen zeggen, er is wel een risico voor wat ik uh, daarmee wil zeggen en daarom zeg ik ook, dit is geen advies of uh, eh, ik ben geen expert Um, ik zal het zo meteen live laten zien. Ik verkoop bitcoin bijvoorbeeld. Uh, voor 100 dollar bitcoin verkoop ik. Dan krijg ik 100 dollar aan USD-teters. Maar dan ga ik er dus vanuit dat de bitcoin, zoals ik hier aangeef, daalt. Dus dan la later kan ik hem, dus daarom dus ook dus tijdelijk weer terugkopen, maar dan wel goedkoper. Dus dan heb ik meer bitcoin. Uh, kun je dan verzamelen. En dat ga ik je nu laten zien. Dan gaan we naar de USD-teters market of de usd markt kun je het ook zeggen. Gaan we BTC. En dan ga ik nu laten zien uh, dat ik 100, uh, voor de prijs, even kijken naar, nou ja, doe even hier ook maar even komen, voor 2, 732, 63. En dan doen we 100 dollar om het in simpel te houden. Hier zetten we nog 103 dollar. En dan wat hij sowieso verkocht, wat ik hiermee wil aangeven, wat ik nu doe, dus ik koop tijdelijk. Nee, hij is hier nog niet gepakt. Hij pakt hem nog niet. Moet hij, hij is 23 wat hij wel gepakt. Nou, kijk eens. Nu is hij gepakt, dan heb ik 100 dollar. Maar kijk, als bitcoin nu, hè, als bitcoin daalt, zit ik nu veilig. Want als hij dan nog meer daalt, hè, dat is alleen maar gunstig. Dus zou ik een nieuwe kooporder bijvoorbeeld, dat ik denk van ah, ik heb al mijn 3700. Dan zou ik bij bijvoorbeeld 3700 de prijs. Zou ik voor dit uh, 100% zou ik voor 103 dollar, want dan heb ik, dan zou ik nieuwe bitcoin kopen. Laten we dat maar gewoon doen, want ik wil wat Bitcoin weer terug. Met een voorbeeld kan hij bijvoorbeeld nog lager de Bitcoin, dan kun je het dus eigenlijk uitstappen. Ik denk dat het wel duidelijk is. Maar als hij dus weer stijgt en alles, ja, en je hebt dan geen uh, uh, en je bent te laat of wat met je dollars, ja, dan koop je dus minder Bitcoin weer terug. Maar als hij gaat dalen en meer gaat dalen, dan zul je zien. Uh, uh, dat je weer meer bitcoin ervoor terug kunt kopen. Maar het is risicovol, uh, daar blijf ik bij. Uh, even kijken. Ja, dat was manier 2. Dus uh, dan kun je het tijdelijk eruit. Dus dan bespaar je uh, uh, bitcoin. Mits die omlaag gaat. En uh, als je dan terugkoopt, heb je meer bitcoin. Oké, okay, dat was manier 2. Dus als je het terug wil lezen, kun je ook altijd de onderstaande link uh, even de linkjes aanklikken. Uh, dus, wat is USDT? Daar heb ik bijvoorbeeld hier uitgelegd. De linkje zet ik erbij. Er heeft iemand hier hartstikke mooi uitgelegd, allemaal. Dus dan kun je kunt ook alles hier le over lezen. Dus hartstikke goed. Uh, laten we doorgaan naar manier 3. En dat is uh, een. Uh, ga je hier niet echt reclame maken. Als je hier meer over wilt weten, kun je er zo op internet zoeken. En dat is een uh, betaalde Telegramgroep. Een betrouwbare, wil ik erbij zeggen. Als je daar wel uh, meer over wilt weten, kun je naar een betaalde call ingestapt. Dit linkje zal ik er ook bij zetten. Of kun je zelf zoeken op uh, Google een betaalde call ingestapt, jij ook? Dan kun je bijvoorbeeld, wat ik hier wil aangeven, deze manier is. Dus heb je echt helemaal geen verstand, niks van. Maar je wilt crypto, vind je toch mooi. En je wilt wel een beetje uh, koop- en verkooporders plaatsen. En uh, dat je weet wat je doet, dan uh, raad ik dat aan. Uh, voor een, uh, er, uh, een betaalde telegramgroep. En wat dat nou inhoudt, kan ik heel en kort ook wel uitleggen. Dat, een, dat je calls krijgt van die mensen. Dat zijn vaak, hè, daarom zeg ik ook, ga er goed op zoek naar goede mensen. Uh, niet zomaar, er zijn zoveel pump en dump. Maar dit zijn jongens, daarom heb ik ook verder geen reclame, DTC of iets. Uh, nu vertel ik. Het. Trading Channel, mag je best weten. Dat zijn gewoon goede jongens. En ik als eerste heb ik 10% korting maar dit zul je nergens vinden op internet. En dat kun je hier allemaal wel lezen, ik zou een linkje er wel bij zetten. Maar in ieder geval dan krijg je calls die zien er uh, als deze uit. Dus een pay call krijg je bijvoorbeeld een uh, berichtje: nou, de, welke coin het is, dit ging om uh, Litecoin, welke termijn het is, short, net. Exchange, de inkoopprijs, de stoploss, dus wat we net uitgelegd hebben. Dus het heeft een maximale verlies dat je leiden Vaak niet meer dan 1,3%, wat ze zelf wel zeggen. Ze hebben het net behandeld, hartstikke leuk eigenlijk. Uh, dus een stoplimiet, dat bedoelen bedoelde zij hiermee. Dus dat je sowieso niet uh, meer kunt verliezen dan uh, aangeven. Als je dit tenminste dan volgt, en dit is dus een betaalde uh, Telegram-groep. Dus hier krijg je op 10% korting als je via mij. Als je dit leest en alles. En nergens anders vind je dat. dat. vind ik wel leuk om te vertellen. Maar dan zijn hier de targets. Dus dan kun je targets gaan opgeven enzovoort. Wat ze allemaal zeggen, hoeveel procent het allemaal is. Het ziet er echt mooi uit. Uh, en dan is een klein stukje over de coin zelf. En, ja, en deze heeft trouwens uh, target 4, uh, 3 gehaald. Volgens mij iets van 10 of 20 procent. Het gaat om Litecoin. Uh, en die ging van 86 rond naar over de 10.000 uh, Satoshi. Dus uh, zelf ook 7 procent gepakt. En het wordt geadviseerd vanaf 1000 dollar. Maar wat ik eigenlijk uh, meer wil aangeven dat je als je dit doet, dus een bepaalde Telegram groep. En uh, dan krijg je ook uh, bitcoin calls enzovoort. Uh, dat je betrouwbare mensen. En uh, ja, dus vraag gewoon op het uh, forum van uh, Coingids. Betrouwbare mensen, waaronder ik zelf. Met andere uh, leuke, toffe uh, mensen. Meer dan 1500 leden al. Kun je altijd alle vragen en de ervaringen van die mensen. Uh, ik raad in ieder geval de Dutch Training Channel zeker aan. Dus dit is manier 3. Dus heb je niet zoveel de verstand? Of heb je wel verstand, maar wil je meer leren? Die jongens, die moet je gewoon zeker joinen. Je kunt zelfs de gratis channel nog uh, eerst kijken wat je daarvan vindt. Maar wil je betaald? Dan kun je dan zeggen dat je via mij bent gekomen en je een naam opgeeft bij Mr. Blade melden. En dan kan je zeggen dat je voor één maand of drie maand wil, dat is trouwens ook eenmalig. Dan krijg je 10% korting en daarna is het ook over. Verder geven ze ook geen korting en verder zijn er ook geen acties. Dus dat is manier drie. Manier 4 is scalping. Dus meer Bitcoin bijvoorbeeld verzamelen. Of meer altcoins. Van Ambrosius bijvoorbeeld gaan we zo meteen even laten zien. Een klein voorbeeldje ga ik daar laten zien. En scalping heb ik ook een linkje van uh, bijgezet. Bij en even kijken. Had ik wel even, wat is. Scalping coin had ik al even opgezocht, opgezocht. Even kijken. Ja, kijk. Als je dus dit linkje, die staat onder de video. Scalping is niks anders dan dat je in een, uh, ja, een cryptocurrency-strategie, waarbij je cryptomunten in een tijd tijdsbestekken worden gekocht en verkocht met kleine winsten. Een scalper is al tevreden met een paar bij per cryptomunt. Dus dat is wel ook wel logisch, maar je zult zo meteen zien wat, de, wat hiermee bedoeld wordt. Als Je, uh, je begint met scalping, heb je 100 coins en je gaat heel veel traden. Dus heel kleine trades voor kopen, verkopen. uiteraard met. Uh, met het uh, uh, dat je winst trades maakt, dus dat je iets koopt voor 1000 satoshi en verkoopt voor 1005 satoshi en koopt weer voor 995 satoshi. Elke keer van hele kleine trades met hele kleine aantallen en dan zorgen dat je bijvoorbeeld van die 100 103 uh, trades of uh, 103 coins maakt, dat heb je al even een iets over 3% Heel goed morgen bij cryptocurrency. Dat is scalping. Uh, ja, dat is een, een, zeker een goede manier ook. Dat doe ik dus zo met A en B. Dus kunnen we heel even laten zien. Ik heb nu nog geen verkoop orders zetten, want we zitten, uh, er is al veel gedumpt. Dus hier staat veel, maar hier werd ook net wel wat verkocht. Ik koop deze er ook even weer bij. Ik ben toch aan het inkopen van A en B. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je scalping doet, dus bijvoorbeeld, ik doe hier 100, koop ik ervan op 100 eh, of 81 en dan bijvoorbeeld op 1801, dan verkoop ik er weer 100. En dan heb ik bijvoorbeeld dus, even kijken, 0.00. En heb ik dus met deze 100 coins, heb ik dan 100 Satoshi winst. Als ik dat de hele dag doe en ik maak 1000 van die uh, trades bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik al uh, heel veel uh, gratis coins erbij in een relatief korte tijd in één dag. Dat kun je ook met grotere aantallen doen. Met uh, wat, ik, wat je net zag met 350-350 en dan verkoop je hier voor 500. Ik bijvoorbeeld uh, even een tipje door, of tussendoor, je moet maar eens kijken in het over het algemeen wat staat, uh, ja, hier kun je het weer niet zien. Ik heb gemerkt en misschien is dat wel logisch, dat weet ik niet alles wat uh, daalt gaat, uh, gaat veel vaker, komt het voor dan dat het stijgt. En dan denk je ja, dat is logisch, maar ja goed, daar kun je dus ook op inspelen dus bijvoorbeeld orders van 350 stuks hier neer te leggen en dan verkopen voor 500. Omdat je weet dat uh, stijgen minder uh, vaak voorkomt en en daalt vaker, dus dan daalt, verkoop je meer coins. Ik weet niet of je het niet zo snapt, dat is een extra tip gewoon zo. Maar als je daar meer over wilt weten, kun je ook die vraag even op het uh, forum stellen. Dit is manier 4, dus dat je meer, uh, of eventueel bitcoin, meer verzamelt. Dus kopen, verkopen, heel veel achter elkaar en een kleine hoeveelheid. Dat is manier 4. En dan heb je manier 5. Ja, dat is eigenlijk geen manier, maar dat is eigenlijk voor de believen. Die heb ik eigenlijk een schijntje er ook bij gezet. Dat is gewoon van jij. Ja, je hoeft ook niks te doen, omdat je gelooft in bitcoin doe je niks. Dus uh, en schakel je emoties uit. En uh, dat is ook belangrijk hè, met traden. Kijk ook uh, even naar andere trading tips op mijn YouTube uh, channel. En natuurlijk ook op forums staan ook heel veel trading tips. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal niks te doen. En dat is een uh, knipoogje naar uh, jou toe. En dan ben ik eigenlijk benieuwd wat je van deze video vond of uh, vindt. Heb je er wat van opgestoken? Kijk in ieder geval alle manieren nog even na. En dan uh, de linkjes staan hieronder. En dan ben ik wel benieuwd uh, welke uh, manier jij uh, toepast als een Bitcoin of, nou, laten we het erbij zetten, of een altcoin. Doll. Wat jij dan doet, ben ik wel benieuwd. Naar. Nou, uh, misschien heb jij wel een hele andere manier dan deze vijf manieren. In ieder geval wil ik je bedanken voor het bekijken van deze video. En voor meer uh, leuke video's. En, uh, en dat je op de hoogte wil blijven van cryptocurrency nieuws. Want er komen hele mooie dingen aan, zoals deze drie producten. Dan kun je even abonneren op mijn YouTube kanaal. En natuurlijk even een duimpje omhoog. Hartstikke bedankt en tot de volgende video. Hoi!